Feit. Feit. Of fictie. Spullen, 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 spullen in huis. Ja, hoeveel spullen heb jij in huis? Ik heb niet geteld veel. Ja, in de Volkskrant staat vandaag een verhaal over opslagboxen. Want door een gebrek aan vierkante meter stallen steeds meer mensen hun spullen buiten de deur in zo'n opslag. Gerrit-Jan Reinders is oprichter en eigenaar van een opslagbedrijf. En hij zegt in de krant: veel huizen zijn tegenwoordig te klein voor de racefiets, logeerbank en de droogtrommel. Maar zijn die huizen dan kleiner of hebben we meer? Nou, dat is precies wat we zijn gaan uitzoeken. Jolien Groot is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en die vertelt dat het aantal kleinere woningen is toegenomen. We hebben in Nederland echt veel woningen van minder dan 50 vierkante meter. De nieuwbouwwoningen die worden neergezet, die lijken ook iets kleiner te zijn gemiddeld dan vroeger. Als we vergelijken met 2012 is het percentage nieuwbouwwoningen dat kleiner is dan 50 vierkante meter is gegroeid. Ja, gemiddeld wonen mensen in Nederland op 53 vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. En eigenlijk boffen we maar met dat aantal vierkante meters. Dat zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. Maar dat is nog steeds een stukje boven het Europese gemiddelde. Maar dat komt ook wel door de woonvorm. Hè. Nederland is het land van de eengezinswoning, de rijtjeswoning. We hebben echt veel meer van dan in andere landen. En ook van een sterke, grote sociale huursector. Nou, dat brengt alle twee wat meer vierkante meters met zich mee. In andere landen woont men vaak wat meer in steden, in appartementen. Die zijn vaak wel wat kleiner, dus we wonen nog steeds wel ruim. Ja, 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 bij de buren wonen ze nog kleiner. Maar goed, intussen hebben wij niet genoeg ruimte voor de racefiets, de droger en de logeerbank. Ja, maar is dat echt zo? Dat vroegen we aan professioneel opruimcoach Lammy Wolfslag. Ik zie natuurlijk zoveel verschillende huizen. Ik kom elke dag ergens anders. En ja, ik denk echt, het huis is niet te klein, maar dat het heel erg gaat over de keuzes. Weet je, heb jij een eensgezinswoning en woon je daar met z'n vijf in, dan is dat de ruimte die je hebt. En daarin maak je de keuzes. Want je leeft nu op dit moment. Iets wat je in een garagebox stopt of in een unit stopt om op te bergen, ja, dat zie je eigenlijk niet meer. En daar maak je helemaal geen gebruik van, is mijn ervaring. Oké, in sommige gevallen kan zo'n box handig zijn, maar meer ruimte voor spullen in huis werkt eigenlijk alleen maar averechts, zegt Boelhouwer. Blijf maar verzamelen tot het vol is. Hè. Dat is natuurlijk, ja, als je veel ruimte hebt, dan denk je er ook niet goed over na. Dan gooi je het gewoon op zolder tot je eruit uit zijn voegen past. Een groter huis lost het probleem niet per se op, zegt Wolfslag. Wat ik zie gebeuren is, als er zoveel spullen zijn, dat mensen uiteindelijk toch groter willen gaan wonen. En uiteindelijk weer op precies hetzelfde probleem uitkomen. Dat het niet past of dat het onoverzichtelijk wordt door alle spullen. Het komt altijd weer vol. Maar goed, als je toch echt in de knel komt met de ruimte in je huis. Ja, dan is het tijd om je huis nog eens kritisch onder de loep te zetten, zegt Wolfslag. Ga dan echt op zoek naar, maar wat zijn hier nu de essentiële dingen die je nodig hebt om nu te kunnen leven? En het is echt analyseren van, maar wat ligt hier dan eigenlijk? Want zijn het dan de kerstspullen die in de weg staan, waardoor er geen wasmachine komt? Of is het oud sentiment? Of is het een hobby die je ooit nog wil gaan uitvoeren? Of zijn het de, ja, ik noem het altijd maar de action accessoires? Ja, het is dus echt analyseren. Waardoor loopt mijn huis vol? En kan ik dus de essentiële dingen niet meer krijgen? Nou, moet ik iets zeggen over spullen die Joy sparken? Dat doet zij zelf ook al niet meer. Het is eigenlijk een optelsom van al die dingen die zij opnoemt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Maar wat is de conclusie? Nou, in de Volkskrant zei Gerrit-Jan Reinders, oprichter en eigenaar van een opslagbedrijf, dat veel huizen tegenwoordig te klein zijn voor de racefiets, logeerbank en de droogtrommel. Het aantal kleinere woningen is inderdaad toegenomen, maar dat wil niet zeggen dat onze huizen ook echt te klein zijn. Mensen hebben vooral meer spullen dan vierkante meters. Een kwestie dus van prioriteiten stellen en kijken wat onnodig ruimte inneemt. We moeten toch echt gaan opruimen, want dat is fictie. Ja.